Kijk, daar is Job, met zijn pa aan de praat, want dat koopje zit propvol met vragen en vragen en vragen, die raken nooit op. In de paasvakantie is het voor Job en zijn pa de laatste jaren een vaste gewoonte geworden om een bezoek te brengen aan een of ander museum. En omdat ze het bij Job op school zo vaak hebben over energie, zijn ze deze keer een museum binnengestapt waar je daar van alles over kunt vinden. Gelukkig heeft vader wat je noemt een technische knobbel, zodat hij daar heel wat over kan vertellen. En dat komt mooi uit, want Job vraagt zijn pa het hemd van zijn lijf over alles wat hij ziet. En vader maar vertellen, over windmolens en stoommachines, over verbrandingsmotoren en elektriciteit, turbines en raketten, straalmotoren, atoomenergie en noem maar op. Je begrijpt natuurlijk wel dat het uren duurt voor ze eindelijk weer buiten lopen. Het is maar goed dat we de eend hebben thuisgelaten, pap, zegt Job, als ze te midden van het verkeerslawaai koers zetten naar het station. We hadden hier nooit kunnen parkeren. Ja, zegt vader lachend, dat is nou het gevolg van al die technische ontwikkelingen. Maar het is niet te geloven, hè, zegt Job, dat 100 jaar geleden nog nooit iemand van een auto had gehoord. En dat ze toen ook nog niet wisten hoe uitlaatgassen roken, zegt vader. Maar wacht eens, ik geloof dat ik ook nog wat anders ruik. Ja, Job ruikt het nu ook. Het is de lucht van patat. En daar hebben ze allebei eigenlijk best zin in. Ik trakteer, zegt vader. En daar heeft Job niets op tegen. Na al dat geslender in het museum is het best lekker om even te zitten. Energie is toch eigenlijk wel iets geweldigs, pap, zegt Job met volle mond. Zelfs patat kun je ermee bakken. Maar je kunt er ook hele rare dingen mee doen, hoor, zegt vader. Hoezo? Nou, als je er op een verkeerde manier mee omgaat, dan is het levensgevaarlijk. Neem nou bijvoorbeeld benzine. Zolang dat netjes in je tank zit en het alleen maar komt op de plaats waar het wezen moet, dan heb je er heel veel plezier van. Maar als je te vrije loop laat, nou, berg je dan maar. En dat is met gas en elektriciteit net zo. Dan moet je gewoon voorzichtig mee omspringen, want anders maak je brokken. De patat is op en het wordt tijd om richting station te gaan. Onder het lopen kunnen ze mooi nog even de etalages bekijken. Hé, hey pap, zegt Job plotseling, terwijl hij naar een winkeltje wijst aan de overkant. Daar hebben ze het op school ook zo vaak over. Ja, vader had het ook al gezien. Maar ik snap niet wat ze daar nou aan vinden, hoor, zegt Job. Dan hebben ze blaadjes met blote mensen erin en zo. Nou, dan ben je toch zo op uitgekeken. Tja, zegt vader, terwijl ze maar weer doorlopen, was dat maar waar. Hoe bedoelt u? Nou, ik wou dat het waar was dat ze er zo op uitgekeken waren. Dan zouden zulke winkeltjes gauw verdwenen zijn. Maar u vindt er toch zeker ook niks aan? Bromt vader, dat is een moeilijke vraag, Job. Daar kan ik je niet zo gauw een antwoord op geven. Job kijkt zijn vader niet begrijpend aan. Nou, breuk me klomp, zegt hij. Daar begrijp je niks van, hè? Maar dat komt omdat je nog geen puber bent. Geen puber? Wat is dat nou weer? Nou, zegt vader, officieel ben je nu nog in de kinderleeftijd. Maar over een tijdje gaat dat veranderen. Dan begint er namelijk een soort kracht of energie in je lichaam te werken, waardoor je volwassen wordt. Dan word je dus een man, zodat je later ook een gezin kunt krijgen, met het meisje waar je echt van houdt. Net als je moeder en ik. Nou, bij jullie lijkt het net een soort van aantrekkingskracht, lacht Job. Net als van twee magneten. Ja, zegt vader, daar lijkt het wel een beetje op. Die kracht noemen ze seksualiteit. En begint dat bij je te werken, nou, dan ben je dus een puber, snap je? Ja, zegt Job. Maar moet je dan naar zo'n seksjob? Ben je mal? Hoe kom je daar nou bij? Dat moet je juist niet doen. Oh nee? Waarom dan niet? Omdat je met seksualiteit altijd voorzichtig moet omgaan. Net als met alle energie. Weet je, in die winkeltjes verkopen ze blaadjes en verhuren ze films en dat soort zaken die de seksualiteit kunstmatig opheppen en extra versterken. En dat moet je nooit doen. Waarom niet? Vraagt Job. Dat zal ik je zo vertellen, zegt vader. Want ze zijn al pratende op het station aangekomen. En ze moeten eerst even kijken op welk perron ze moeten wezen en hoe laat de trein vertrekt. Ze hebben nog even de tijd, dus zoeken ze een bankje op waar vader weer verder kan gaan met zijn vrouw. Toen we daarnet patat zaten te eten, hè, toen hadden we het over benzine. Nou, wat is de enige plek waar benzine veilig zijn volle kracht kan ontwikkelen?
Nee, in de motor natuurlijk, zegt Job. Dat is nogal vides. Zo is dat, zegt vader. En voor die tijd moet het maar rustig in de benzinetank worden bewaard. Want laat je te vrije loop, nou, dan maak je brokken. Nou, met seksualiteit is het net zo. Er is eigenlijk maar één plaats waar dat veilig en goed tot ontwikkeling kan komen. En dat is daar waar twee mensen zoveel van elkaar houden dat ze besloten hebben om voor altijd bij elkaar te blijven. Daar wordt het één van de fijnste dingen die God aan de mensen gegeven heeft. En zolang je nog niet zo ver bent, nou, dan moet je het maar zo rustig mogelijk bewaren. Want dan gebeuren er niet zo gauw vervelende dingen mee. Wat voor vervelende dingen bedoelt u dan, pap? Wil je ook nog weten. Maar op dat moment komt net een trein door. Gelukkig is het niet druk, zodat ze heel makkelijk een rustig plekje kunnen vinden. Hier, pap, bij het raam, zegt Job. En nadat hij even uit het raam gekeken heeft, herinnert hij zijn vader aan de vraag die hij net stelde, over die vervelende dingen. Oh ja, zegt vader. Kijk, seksualiteit is een soort aantrekkingskracht, hè? Nou, wanneer je dat niet met rust laat, dan wordt het al gauw veel te sterk. En omdat je dan nog niet getrouwd bent, word je steeds meer aangetrokken tot allerlei namaak. Zoals je dat bijvoorbeeld vindt in die winkeltjes. Alleen wordt die aantrekkingskracht daardoor nog sterker. En voor je het weet ben je aan die rommel verslaafd. Bovendien kun je dan ook niet meer wachten totdat je getrouwd bent. Daarom zie je zo vaak dat jongens en meisjes hun seksualiteit helemaal verkeerd gaan gebruiken. Elke keer weer met een ander. En zonder echt van elkaar te houden. Vrije seks noemen ze dat. Nou, daar word je ook niet gelukkig van. Hoe weet u dat nou, pap? Vraag Job. Oh, maar dan hoef je alleen maar naar de radio te luisteren. Naar al die liedjes die je tegenwoordig hoort. Die gaan bijna allemaal over het verdriet wat je hebt als je in de steek gelaten wordt. En het ergste is dat je dan nooit meer echt van iemand durft te houden. Omdat het toch maar weer voor even is. Snap je? Job knikt. Een beetje, zegt hij. Dus als je je seksualiteit zoveel mogelijk met rust laat, dan heb je het eigenlijk veel makkelijker. Zo is het precies, zegt vader. En als je dan later het liefste meisje ontmoet van de hele wereld, dan kan het allemaal op een rustige manier tot ontwikkeling komen. En dan zul je zien hoe gelukkig jullie ermee zullen worden. Job moet er een beetje om lachen. Dat zal best, zegt hij. Ze zijn er. De trein stopt en ze stappen uit. Alleen moet je nu niet denken dat het nou zo heel erg makkelijk is om zo te leven, hoor, zegt vader, terwijl de trein weer wegrijdt. Waarom niet? Vraagt Job. Omdat het allemaal seks is wat de klok slaat, zegt vader. Overal kom je tegen, waar je ook bent. Daarom moet je goed weten wat je wil, Job, en wat je doel is. Wat dat betreft is het net als met die trein waarin we net gezeten hebben. Als die op het goede eindstation wil komen, dan moet die op het goede spoor blijven. En wat eigenlijk nog belangrijker is, dan moet hij ook goed contact houden met de bovenleiding. Want zonder dat contact komt hij nog nergens. En dat is met ons ook zo, Job. Alleen met een goed contact met je bovenleiding heb je de kracht om door te zetten. Ondanks alle dingen om je heen die je van het rechte spoor proberen af te brengen. En Job begrijpt precies wat zijn vader bedoelt. Er komt een energie. Body. Zoals de stroom die machines draaien doet en de lampen licht laat geven, die zal straks in jou gaan leven en dat is goed. Is ook een onzichtbare krachtbron. Zolang je die met rust laat, is hij stil. Maar ga je ermee spelen, zal hij heersen en bevelen. Je doet alles wat hij wil. Als je je laat gaan, dan maak je brokken. Vriendschap gaat er soms zomaar door stuk. Bewaar het voor wie van je houdt en met wie je eenmaal trouwt. Dat heet geluk. Je hebt het zomaar gekregen. Het is een heel mooi geschenk. Komt van boven in je leven en God wil jouw leiding geven, bovenleiding, energie, zie je waar ik aan denk.